staat voor duizenden mensen. Weinig slaap, reizen, uh, elke dag aan een ander hotel. Je maakt zoveel mee in zo'n korte tijd. Dat als je dan inderdaad of in je hotelkamer ligt en je hebt even rust. Of je komt thuis en je zit op de bank. Dat is het allermoeilijkste. Toen, op een gegeven moment toen heb ik gezegd, dit, dit klopt niet. Want voor mij kwam dat echt ineens out of the blue. Ja, soms dan zie je geen uitweg of zo. Als in helemaal geen uitweg meer. Vandaag heb ik een bijzondere gast die ik heel goed ken. De meesten kennen hem door zijn artiestennaam Mike Williams. Mike is DJ en producer. En vanaf jonge leeftijd speelde hij piano. En op zijn twaalfde leerde hij zichzelf aan om muziek te produceren. Hij staat bekend om zijn tracks met onder andere chesto. Op zijn achttiende is hij doorgebroken en werd hij getekend bij platenmaatschappij Spinning Records. Vanaf toen moest Mike jong volwassen worden en kreeg hij langzaam een team om zich heen. Hij vloog de wereld. Rondom te toeren en staat tot de dag van vandaag op de grootste shows en festivals ter wereld. Inmiddels is hij 26 jaar, heeft zijn eigen bedrijf, zijn eigen studio gebouwd en produceert hij zijn eigen muziek. En het leuke is, het is mijn kleine broertje. Ja. Wat een intro, hè? Ja, dat is een mooi intro. Ja, gek dat ik dat al zou zeggen over jou. Ja. Klopt het een beetje? Ja, het klopt. jij weet ook wel dat het klopt, ja. Ja, het was voor mij niet zo moeilijk om uh, dit zo op te schrijven. Dat deed ik gewoon uit mijn hoofd. Ja. Ja, je hebt alles wel van dichtbij ook gezien in het begin natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja... Hey, en uh, mensen denken misschien van waar gaan jullie het nou over hebben in zo'n gesprek? Want jij, ja, jullie kennen elkaar natuurlijk al heel goed. Ik denk dat veel mensen dat ook wel willen weten. Want naast het artiest zijn heb je ook gewoon een onderneming en heb je een BV ja. en heb je te maken met hele andere dingen wat niks te maken heeft met muziek. Nee, klopt. mensen vergeten vaak dat een artiest, in mijn geval dan een DJ, uh, natuurlijk ook gewoon een bedrijf runt. Want ja, op ja, een gegeven moment komt er geld binnen en daar moet je wel wat mee gaan doen. Um, dus dat is wel grappig dat mensen dat soms niet helemaal daarachter zien. Je wist eigenlijk op jonge leeftijd al wat je wilde. Als in je wilde piloot worden of je wilde de muziek ingaan. Eigenlijk, de hele muziek kwam pas later. Ik denk pas toen ik 12, 13, 14 was. Of en hoe zo. kwam dat? Um, nou ja, ik speelde natuurlijk dan wel op piano of dan natuurlijk op het keyboard um, wat, wat we thuis hadden. En ik had nog helemaal niet daaraan gekoppeld... dat je dan muziek kon maken of produceren. Of uh, laat staan, dj zijn. Die koppeling had ik nog niet gemaakt. Die kwam pas veel later. Maar wat wel leuk was om te zien was... als jij dus... Uh, nou, want jij vond dat heel leuk toen de tijd. Ja. Maar dan zat je, zat je ook gewoon de hele dag en avond... Ja. zat je nee, ik was achter die computer of je keyboard... zat je dat te doen. Ja. Is wel een beetje nerd inderdaad. Ja, is heel nerd. Als je daarop terugkijkt... dan ja, de meeste jongens die gaan een beetje buiten spelen dat Heb ik ook ja. wel gedaan. Maar... Ik had wel iets heel specifieks ik, waar ik gewoon helemaal voor ging. Daar ja. was ik helemaal, helemaal, helemaal weg van. Helemaal obsessief. Obsessief, ja. 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 Maar bijna wel. En natuurlijk ook met, met, met genoeg discussie thuis. Met, met mama en papa. Dat, ja. dat, dat ik dan uh, eigenlijk aan mijn aan school, aan, aan school moest. En dat ze dan de deur in één keer opendeden. Ja. Dan zat ik gewoon achter ja. mijn laptop gewoon muziek te maken. Ja, was En dan, dan dichtklappen dicht en dan weer één grote rel. Ja, zo, ging, dat, zo is dat wel een paar jaar gegaan. Ja. Ook, vooral op de middelbare. Denk je dat dat uiteindelijk heeft uh, geresulteerd in dat jij hier heel goed in bent geworden? Want als je natuurlijk zoveel uren daarmee bezig bent. Ja, je leert wel een beetje time management, <laughs> zeg maar. Met huiswerk en uh, in zo kort mogelijk <laughs> tijd. Zoveel mogelijk uh, muziek maken. Ja. Zeg maar nee. Um, Want je hebt er natuurlijk wel heel veel tijd in gestopt. Ja, ik heb er heel veel tijd in gestopt. De, geloof jij ook dat, uh, dat iedereen daar dan even goed in kan worden als je maar zoveel tijd erin stopt. Mm, ja, of heeft niet het ook te... helemaal. Want okay. ik denk dat je moet toch wel een soort van uh, gevoel voor iets kunnen hebben. Of er moet wel ergens iets zijn. Een soort haakje, weet je wel. Uh, dat wij alle twee piano kunnen spelen, dat we alle twee best wel redelijk muzikaal zijn. Oh, redelijk. Jij bent heel muzikaal. Ja, ja maar jij, jij ook. En mama is het ook. En papa is het ook. Ja. Dus dat, dat komt wel ergens vandaan. Ik denk als je dat totaal niet hebt, dan wordt het wel een lastig, lastige zaak. Tuurlijk, ik denk als je heel veel tijd in stopt, ja, dan, dan kun je alles wel leren. Maar laat ik zo zeggen, als het, het gaat makkelijker, denk ik. als je... Ja, dus je moet er toch wel een, een beetje aanleg voor hebben of een beetje ja, talent. Ja, dat denk ik wel. Hoe heb jij je muziek uh, maken, dus echt produceren, aangeleerd? Want dat heb jij jezelf ja. gedaan. Ja, dat heb ik zelf gedaan. Ik wilde eigenlijk helemaal niet dat iemand mij dat, dat ging leren. Ik vond het veel leuk om dat zelf uit te zoeken en dan maar wat YouTube-filmpjes kijken of kijken hoe mensen dat doen, uh, uitlegfilmpjes of gewoon een beetje aanpielen. En achteraf ben ik daar heel blij mee, want zo kom je wel heel snel je eigen sound een beetje uh, te, te, te weten. Ja. Um, en op een gegeven moment kwam er natuurlijk een punt dat, dat ik eind van de middelbare school. Um, natuurlijk dan kon gaan studeren als ik wilde. En daar is het natuurlijk op een gegeven moment wel gevallen van. Ja, ga je dan muziekschool doen? of ga je dan naar de Herman Brood? of in iets in die ja. richting. En toen heb ik juist expres voor gekozen om dat niet te doen. omdat ik altijd tijdens de middelbare school. zo erg op mijn tijd moest letten. En van hè, de ene keer moest je huiswerk maken, en de andere keer had je dan een beetje tijd voor muziek. Um, maar nooit heb ik 100% kunnen focussen op muziek. Uh, en dat wilde ik gewoon heel graag doen na de middelbare. Ja. Toen heb ik echt gezegd van ik ga nu een jaar lang alles eruit halen wat erin zit, volle bak focussen op muziek. En als na een jaar bijvoorbeeld, ik had er voor mezelf een doel van oké, okay, na een jaar wil ik een nummer hebben gereleased op een groot dance label. Uh, als dat niet is gebeurd na een jaar, dan trek ik de stekker eruit en dan ga ik alsnog proberen piloot te worden. Dus dat, daar was ook plan. heel makkelijk is. Nee, ja, nee, zeker. Dus dat was ook nog eens van... Ja, de, voor, het is natuurlijk grote kans dat je geen piloot wordt. Ja. Dat je niet door die aanname komt. Maar dan, dat was in ieder geval plan B. En dan plan C, dat, uh, dat zagen we allemaal weer. En dat plan had jij helemaal zelf bedacht. Jij dacht echt zelf... Ik ja, geef mezelf dat hoofd, eigenlijk ja. een jaar. Ja. En als ik het niet binnen het jaar doe... dan moet ik van mezelf iets anders gaan. Ik ja. geef het niet langer dan een jaar. Ja. Waarom ja. gaf je jezelf een jaar... Um, nou, ik denk omdat de meeste mensen ook een tussenjaar nemen. Oké. Okay. Uh, en dan bijvoorbeeld gaan reizen of iets, en dan na een jaar terugkomen en dan gaan studeren. Ik zag dit ook zo, want ik zag het toch nog steeds als een soort hobby, niet iets super serieus. Ja. Tuurlijk in de hoop, weet je, je wordt op een gegeven moment, toen was ik 18, dus dan word je wel wat sneller volwassen. En dan ga je wel wat meer begrijpen wat er allemaal bij komt kijken. Maar ja, ik zag het nog steeds meer als een hobby. En ik wilde gewoon kijken hoe ver ik het kon schoppen daarin. En als iemand naar luistert en die wilt een bepaalde skill leren, wat adviseer je diegene dan? Uit je eigen ervaringen? Um, nou, ik zou sowieso helemaal vanaf het begin zou ik zelf gaan nagaan. Kan ik dit? Heb ik hier een soort van aanleg voor? Of is, heb ik een haakje? Um, Past het bij mij? Uh, ja, dus... Want sommige mensen uh, zie je dat ze heel graag iets willen. Alleen dan weet ze toch diep van binnen ook wel dat, dat het eigenlijk helemaal niet bij hun past. Of dat helemaal niet. Of dat ze helemaal niet uit die hoek komen. Of daar helemaal niks mee hebben uiteindelijk. Maar dan toch geforceerd iets proberen. Of da toch dat proberen te doen. Ik denk dat dat altijd belangrijk is. Dat je voor jezelf moet nagaan of het wel helemaal jou ligt. Dus ook wel dat het in lijn ligt met wie je bent ja. en dat dat bij je ja, past. Want uiteindelijk ga je jezelf toch tegenkomen. En hoe weet je of iets bij je past, echt bij je past? Um, nou, ik denk dat je dat wel voelt in het begin. Ik denk dat je wel voelt van, hey, dit is wel echt, uh, dat moet wel een soort, ik had wel meteen een soort, uh, hoe zeg je dat, uh, sprankeling of zo. Of iets, iets ja. dat je denkt van, oh, dit, 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 dit is iets of zo. Um, ik denk ook dat het dingen zijn die je in je vrije tijd doet ja. uh, uit jezelf. Je moet er wel echt gevoel bij hebben. Je moet dus niet wel. dat het moet of zo, dat je denkt, ik moet hier nu aan zitten. Ja. Nee, dat je uit jezelf dat soort dingen doet in je vrije tijd. Ja. het grotendeels moet het vanzelf gaan. Ja, jouw droom was gegeven moment om bij een platenmaatschappij getekend te worden. En ja. eigenlijk toch wel in het specifiek Spinning Records. Dat was de grootste... En nou, ja. of een van de grootste, ja, ik weet niet hoe dat ja. precies zit. Maar uh, we maakten er thuis ook wel vaak grappen over van uh, dat we dan ineens deden alsof zij belden. Ja, nou, Dat was dan niet ja. zo. Nee. Totdat dus een gegeven moment jij wel een belletje kreeg ja. van iemand die daar werkte. Ja. En toen zat jij volgens mij in de tram. Ja, ik zat in de metro in Amsterdam. Ik heb geen idee meer wat ik nou ging doen. Ook iets volgens mij met wel ja, muziek. Ja, maar jij was toen wel. 18. Ja, en toen uh, werd ik in één keer gebeld door Jorn van Spinning. dat is eigenlijk de, de hoofd van ENR. Dus die gaan over de muziek en uh, wat er wordt gereleased. En die kende ik natuurlijk wel, want ik had ongeveer iedereen gegoogeld daar. Ja. Uh, dus, maar ik verwachtte een ander, ander telefoontje. En toen werd ik in keer gebeld door Jorn. Hey, ben je bent met Jorn van Spinning. Ik zeg zo: Hey, maar echt alsof ik hem al kende. Ja. Maar, ken hem. En toen viel het kwartje pas van shit, dat is Jorn van Spin Oh. Uh, en toen, uh, en die had wel over mij gehoord, en uh, uh, nou, op een gegeven moment toen hebben we gemiet, en uh, toen. Uh, yeah. Maar dat moment dat je in die meta zit, heb jij, heb jij vaak gevisualiseerd dat jij gebeld zou worden door hun? Heb jij dat wel eens Ja, in nooit, je... niet op die manier, maar ik, ja, ik heb wel. Nee, of uh, gewoon dat zij contact met jou opnamen. Ja, daar heb of... ik wel, nou, dat had ik wel, heb ik wel over gedroomd, ja, en uh, dat was wel. Uh, dat was, ja, er waren gewoon zoveel voorbeelden op dat moment van jongens die, die uh, door een plaatsmaatschappij, in dit geval Spinning, uh, best wel een goede push kregen. En best wel uh, door het dak heen konden gaan. Met natuurlijk goede muziek. Mm. Maar ook met een goed team daarachter en een goed uh, apparaat daarachter. Um, en Spinning was daar één van. Dus ja, dat was gewoon een soort van golden ticket yeah. in, mijn, in mijn ogen. Geloof jij in manifesteren? Heb jij dat onbewust een soort van gedaan? Omdat je er zoveel mee bezig was en we hadden het er thuis zo vaak over. Geloofde jij dat het uiteindelijk zou gebeuren? Nou, er was wel een moment dat ik er zoveel mee bezig was en, en ook wel signalen een beetje kreeg om me heen van: oké, okay, wat ik nu doe is wel, gaat wel de goede kant op, zeg maar. Oh ja. Um, dus ik had wel goede hoop. Ja. Ik had op een gegeven moment wel iets van, oké, okay, ja, er, moet, er moet wel iets gaan gebeuren. Het moet, ja, want ja. dat gevoel kreeg ik namelijk wel, dat ja. wij we hadden allemaal zoiets van, ikzelf ook, over ja. jou, van, het kan niet anders nee. dan dat dit gegeven moment het wel ongeveer gaat worden. En, ja. Ja, en hoe succesvol het dan zou zijn, geen idee. Maar dus wel, wel, ik ja. had wel een gevoel van, er gaat wel iets gebeuren. Ik wilde ook niet anders. Nee, dat, was gewoon, uh... dat was gewoon wat je, dat was het pad wat je gewoon ja. moest gaan doen. Punt. Ja. En, ja, hoe, wel, en hoe? Ja. Geen idee. Maar ja, nee ja, er waren verschillende manieren om natuurlijk uh, daar te komen. Ja. Maar uh, ja, ik wilde dat gewoon heel graag doen. Eigenlijk uh, eigenlijk graager dan uh, dan piloot. Ja. Ja. En toen was je dus uh, getekend bij spinning record. Dus hoe kwam het allemaal een ja. beetje? Uh, nou, toen ging het echt gebeuren eigenlijk. Ja. En toen begon je ook met touren. Ja, vrij en, snel eigenlijk. Ja, en dat was een hele drukke periode. Want alles was nieuw en nou. uh, dat was ook best wel veel. Hmm. Als je terugkijkt op, op, op uh, die periode, ja. hoe denk je er dan over? Um, wel een hele leerzame tijd, denk ik. Uh, omdat je een soort van in een industrie wordt gegooid waar... Het is een hele volwassen industrie. Het is een hele harde industrie. Uh, het is totaal niet wat je van tevoren kan bedenken. Tenminste, ik, ik had dat niet zo bedacht dat het zo allemaal in elkaar zat. Uh, ook heel politiek, weet je wel. Heel, uh, uh, heel veel strijd tussen verschillende partijen. En dat heb je natuurlijk ook wel in het bedrijfsleven. Maar als je 18, 19 bent, dan, dan is dit een vrij harde manier... om daarmee uh, in aanraking te komen, zeg maar. En ik weet wel dat eerste jaar, weet je, toen, toen kwam die eerste plaat uit met, uh, met Chesto. Nou, toen ging, ging ik mee op Tour, toen ging jij ook mee. Um, en dan sta je in één keer in Vegas te draaien. Dan sta je in één keer uh, uh, overal in Amerika. De grootste clubs, uh, EDC uh, festival op de mainstage. En je bent uh, ja, 19 of zo. En uh, je leeft in één keer in een grote mensenwereld. En dat is wel, dat is wel een taaien vond ik. Uh, en, maar wel heel leerzaam. Je wordt wel heel snel volwassen. En op wat voor manier de, merkt je dat dan? Um, nou, ik denk wel, uh, je leert snel zelfstandig zijn. Want vooral met toeren, weet je, reizen, uh, nieuwe mensen leren kennen, uh, nieuwe contacten. Uh, in je hotel, elke keer een ander hotel, weet je wel. Dus daar, daar word je vrij snel volwassen van. Um, en natuurlijk gewoon wel het serieuze werkleven. Ja, voor heel veel ja. mensen voelt het ja. natuurlijk helemaal niet als werk. Ja. En misschien voor jou ook niet toen. Nee. Maar toch heb je nee. te maken met werk. En ja. uh, jij was toen 18, 19. En de meeste mensen van jouw leeftijd deden totaal iets anders. Als in, waren ja. gewoon met hele andere dingen bezig. Ja, totaal andere dingen. Er was niemand die, die deed wat, wat ik eigenlijk deed. Iedereen ging studeren. Iedereen was gewoon volop, volop student. Met alles erop en eraan natuurlijk. Uh, en uh, ik was eigenlijk, eigenlijk, als je het zo ziet, meteen aan het werk. Na, ja. uh, na school ging ik eigenlijk meteen werken. Ja. En zo voelde het natuurlijk grotendeels niet, maar de druk was er wel. Dus het was wel presteren, want vooral als je, uh, hè, je bent 19, je gaat shows doen met Chesto in het voorprogramma... en later kwamen er nog andere grote artiesten bij waar je dan voor staat. Ja, als jij gewoon een scheidzet draait en uh, het publiek vindt het niks of de DJ na jou vindt het niks of de promotor vindt het niks... er zijn natuurlijk heel veel mensen die ernaar kijken... en die allemaal een mening hebben... Uh, als je dat gewoon verkloot... dan kan het vrij snel afgelopen zijn. Ja. Um, want vooral die eerste shows... met dus die grote jongens... en dus grote promotors die erachter zitten... Um, waar je natuurlijk graag wil worden teruggeboekt... daar kan je natuurlijk... Um, dan gaat als een lopend vuurtje... als jij gewoon niet zo goed kan draaien. Of ja. Als jij niet echt een feestje kan bouwen... of als jij niet... Niet een toffe set draait, dan, dan is het vrij snel afgelopen. Dus die druk voelde ik wel heel erg, dat, dat het wel een beetje drop of de ronde was. Ik denk dat je ook wel in die tijd een beetje geleefd werd. Want je doet dingen ja. wat eigenlijk helemaal niet normaal is. Je staat voor duizenden mensen. Je staat ineens met, weet je wel, uh, de bekendste DJ ongeveer uh, toen. Uh, Chesto uh, op het podium. Uh, het is natuurlijk eigenlijk allemaal was dat best wel onrealistisch, maar het gebeurde hmm. wel. Ja. ja, het is, het was heel onrealistisch en het was vooral, um, het zijn dingen waar je dan wel van hebt gedroomd of waar je over na hebt gedacht als je jonger bent. Van, dat zou wel heel vet zijn en dan gebeurt het op een gegeven moment. Ja. En dan is het zo weer voorbij, want zoiets gaat heel snel, weet je. Als je toen met Tiesto op het podium, ja. toen introduceerde die mij eigenlijk als soort van nieuw nieuw talent. Nou, daar keken miljoenen mensen naar, naar die, naar die livestream. Um, ja, dat moment ging zo snel. En voor je het weet, dan, uh, dan is het alweer voorbij. En dan je hele DM's vol. En iedereen oog op jou. En dan zit je in één keer middenin. En dan is het totaal anders dan je had je het verwacht. Ja. ja. Ja, zeker. Het is. Uh... Ja, dat heb ik ook zo ervaren. Maar wat is ja. het? Wat is wat is anders? Dus zeg maar, je bent wat is het verschil tussen echt dat dromen van zo'n nou, moment ik, en dat, ja. dat, dat 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 zoiets daadwerkelijk echt gebeurt? Want je hebt nou. het al vaker, soort van in je hoofd gehad. Ja, nou, het is meer dat als je dat bij iemand anders ziet gebeuren, dan ga je een soort van proberen voor te stellen uh, hoe dat voor iemand is, maar dat is eigenlijk nooit correct. Nee, het klopt nooit, want het is altijd anders je denkt dat iemand er op een bepaalde manier in staat... of dat dit hem overkomt, of dat hij met dit soort dingen bezig is... of dat, dat hij daarmee moet handelen of zo. Maar uiteindelijk als je het zelf bent... dan kom je erachter dat het allemaal hele andere dingen zijn. Of dat je ook totaal niet erbij bent. Of gewoon dat het allemaal langs ja. je heen vliegt. En als je wel eens ziet uh, dat uh, bijvoorbeeld grote celebrities... Uh, bepaalde beslissingen maken die gewoon heel dom zijn. Of uh, iedereen dat, weet je, iets, iets doms op tv doen of zo. Dan denk ik van ja, je, je, je snapt toch wel dat je dat niet moet doen. Weet je? Want ja. Soms zijn dingen zo overduidelijk voor het publiek. Ja. Terwijl als je in die genische schoenen staat, um, dingen zo langs je heen vliegen dat sommige beslissingen niet zo obvious zijn. En sommige beslissingen be toch best wel moeilijk zijn. Of sommige dingen gewoon ja, dat je dat totaal niet door hebt. Ja, en ook dat je misschien sneller van inderdaad zo'n grote celebrity of zo, we hebben ook wel eens van die grote celebrity in Amerika gezien of zo, die ja. echt echt groot zijn. Daar mm -hmm. heb je dan een bepaald beeld, beeld van, van hoe hun leven eruit ziet ja. of zo. Maar eigenlijk, als je, we, we hebben daar natuurlijk ook wel vaak achter schermen gezien hoe dat dan gaat. Ja. En je spreekt natuurlijk met dat soort mensen ook. Ja. En dan. Uh, dan zie je dat het allemaal veel menselijker is. Ja, dat het eigenlijk supernormaal of zo allemaal ja. is. Ja. En dan heb je daar, buitenstaande hebben er zo'n ander beeld van hmm. dan van wat het daadwerkelijk eigenlijk is. Ja. Ja, en weet je, dat heb je ook met, met DJ's. Mensen hebben een bepaald beeld van wat een DJ doet of wat, wat, uh, wat het allemaal inhoudt. En vaak is het vrij opvlakkig. Uh, Mensen kunnen zich vaak nog wel voorstellen wat een zanger doet of wat, mm. wat een rapper doet. Uh, die zit dan ook in de studio en zo. Dat, zo ver gaat het dan nog wel. Maar een DJ, dus, veel mensen denken toch van ja, het is knopjes draaien, USB-stick erin en door. En dat is soms wel lastig uit te leggen dat dat niet zo is. Of een soort van, soms heb ik wel het gevoel dat ik mezelf daarin moet bewijzen. Yeah. Ook, naar de, ook gewoon voor de industrie. Natuurlijk ook voor, want we zitten natuurlijk met z'n allen daarin. Van dat dat gewoon zo onjuist is en dat er zoveel meer komt, bij komt kijken, dat weet jij ook. Hmm. Um, dus ja, dat is wel grappig. Dat mensen soms gewoon heel on onwetend zijn. Ja, want daar gaan we het straks even over hebben. Meer over uh, dus jouw onderneming en inderdaad wat er allemaal nog meer bij komt ja. kijken. Ja, je hebt dus op hele grote podia gestaan. Tomorrowland Mainstage, Ultra Miami, nou, nog heel veel ja. andere. Uh, dus sta je voor heel veel mensen, duizenden mensen. Je hebt afgelopen weekend al voor 15.000 mensen gestaan. Nee. Uh, dan kan ik me voorstellen dat op het moment daarvoor... en als je op echt zo'n podium staat... dat dat ook een heel erg een kick geeft. En dat je lichaam ook heel erg dopamine aanmaakt. Ja. Of adrenaline. Waarschijnlijk van alles en nog wat. Allerlei ja, stofjes. Um, en um, vervolgens ga je natuurlijk het podium af en ga je gegeven naar je hotelkamer en ben je daar alleen, als het goed is. Ja, ja. <laughs> um, maar dan ben je wel alleen en is het stil. Ja. En dat is zo'n ongelooflijk groot contrast. Van voor zo'n groot podium staan en dan, gegeven moment, en dan lig je alleen zo in je bed naar het plafond te staren. Ja. Um, ja, dat hebben natuurlijk al die artiesten. En je hoort er heel veel DJ's ook over. Mm. Ja, soms noem ik het ook een beetje DJ-syndroom, ja. maar... Hoe ga je daarmee om? Um, ik denk dat dat het allerlastigste is van, van wat ik doe. Van het toeren, um, toch ook eigenlijk alles bij elkaar. Dat, dat is dat contrast tussen het hectische toeren, zoveel prikkels, zoveel mensen, nieuwe mensen die je ontmoet, muziek, uh, weinig slaap, reizen, uh, elke dag een ander hotel. Je maakt zoveel mee in zo'n korte tijd dat als je dan inderdaad of in je hotelkamer ligt en je hebt even rust of je komt thuis en je zit op de bank, dat is het allermoeilijkst. Um, omdat je dan je lichaam wil door. Je lichaam wil in die pace door. Het ja, is natuurlijk een beetje gewend aan hetzelfde. Uh, het liefst zo, ja, een soort, hoe zeg je dat? Een soort structuur die je hebt mm -hmm. in je leven. En je wil het liefst zoveel mogelijk hetzelfde blijven doen. Dus, geen wen je aan die, die tour pace. En als je dan een keer thuis zit, dan, dan dat is dat gewoon een mentaal killing eigenlijk. Dus ik weet ook, en dat, en dat doe ik zelf ook, betrouw ik mezelf ook op, is dat ik um, soms dan ga feesten of dan ga je zuipen met vrienden. Uh, dan kom ik terug naar Amsterdam en dan denk je, nou, ik heb eigenlijk wel zin om iets wat te doen. Nou, dan ga je uit of dat soort dingen. En dat het is hetzelfde natuurlijk als je een leuke show hebt gehad en iedereen is hyped en ook iedereen van het yeah. team is hyped. Nou, dan we gaan we even een biertje doen, weet je wel. En dat yeah. is in principe vrij onschuldig, maar als je niet die rem hebt gegeven met en niet kan zeggen van oké okay, nu is dat geen goed plan, um, dan kan je daar best wel in doorslaan. En dat, dat is wel het gevaarlijke eraan, dat je dus alsmaar door wil en alsmaar een soort van dopamine verslaafd bent. Yeah. Um, en, en dat momentje rust, dat sla je soms dan gewoon over. Of dat komt pas veel later. Want dat heb ja. ik ook gehad. Dat je dan terugkomt van toeren. Nou, dan kom je thuis. Toevallig net een donderdag of een vrijdagavond. Weet je wel, nou, wel, wel leuk. Nou, uit, uh, drankjes doen. En dan, uh, nou, de volgende dag is nog wel nou, ben je een beetje brak en zo. Er gebeuren nog wel wat dingen. En dan de dag erop. Dan kickt die in. En dan is het in één keer stil. En dan heb je het eigenlijk nog veel erger gemaakt met die avond mm -hmm. uitgaan. Dan heb je dus eigenlijk wat je nog moet verwerken... is die hele tour die je hebt gehad. Ja. Weet je, voorheen deden we nog wel eens echt lange Azië-tours... dat je gewoon 10, 15 shows in twee, drie weken doet. Uh, en elke dag een andere stad. Uh, elke dag vliegen, elke dag een ander hotel. En dan ga je ook nog eens daarna een paar feestjes bouwen. En dan zit je keer op de bank. Ja, dat is gewoon killing. Dat is niet te bevatten voor je, voor je hersenen. Um... En hoe voel je je dan? Ja, gewoon heel down. Gewoon echt heel. Dan ga je aan alles twijfelen. Je, je gaat... Uh, uh, ja, je, ja, je bent gewoon heel negatief over alles. Uh, het, is, het is een beetje een soort van... Uh, thuiskomen van vakantie. Ja, het is te leuk geweest eigenlijk. <laughs> ja. um, en, dus en, 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 en op vakantie drank. heb je dan nog wel je rust, weet je wel. Dan heb je nog gewoon lichamelijk rust. Maar dit is natuurlijk ook nog eens killing voor je lichaam. Ja. Um, Dat Dus dat komt er ook nog eens bij. Dus je bent helemaal, je bent helemaal afgeracht, eigenlijk. Um... Dus je kan ook niet, want je voelt je dan down. Dan kan je dus ook niet genieten van hoe leuk het nee. is geweest. Nee, nee. En dat, dat is lastig. En dat kan je een paar keer doen. Of dat kan je misschien een paar jaar doen. Maar als je, dat vind ik nog lang zelfs. Maar als je daar niet uh, goed in kan remmen. Of daar niet een balans voor kan vinden. Dan gaat het gewoon hartstikke fout. En daar hebben we voorbeelden van gezien ook. Ja. Ja, helaas wel. Um... Sowieso heel veel artiesten die kampen met mentale problemen. Ja, kijk, heel veel problemen. artiesten. Die, die, uh, waarvan we het ook horen, weet je wel. Uh, nou, nu, ik zag vandaag nog Louis Capaldi, die ook uh, natuurlijk dan ook lichamelijk uh, klachten heeft. Ja. Uh, dus die ook de stekker eruit heeft getrokken, wat heel goed is. Um, en uh, zo zijn er zijn natuurlijk nogal een paar ook wel voorbeelden in de DJ-industrie. Uh, helaas ook uh, weet je met Avicii je voorbeeld wat, uh, wat zo is afgelopen. Um, ja. En krijg je daar hulp uh, voor of heb je ja. daar hulp voor ingeschakeld hoe je daarmee om moet gaan? Ja, ik denk dat het belangrijkste is wel dat je um, nummer één is de juiste mensen om je heen en. Uh, een goed team dat ook wel goed naar jou kijkt van oké okay, is dit slim voor jou is dit goed voor jou ook voor je gezondheid uh, ik denk dat ook een stukje contact met familie belangrijk is uh, ik ja altijd wel weet je mama was vooral altijd vrij bezorgd over alles en dat neem je toch mee in je achterhoofd hoe koppig ik soms ook kan zijn uh, Gaat, speelt dat toch mee in je hoofd, mm. weet je wel? Denk je dat toch aan? En ik, ik erbij, bij, hoor. En jij wou, ook, ja, Hoe bezorgd ik ja, was ja, ja, af ja. en toe. 100. Dus um, <laughs> dat is wel heel belangrijk. Maar ik ben op een gegeven moment wel naar een coach gegaan, ja. Um, omdat ik merkte dat dat gewoon nodig was. Dat ik daar ook wel heel erg dingen los kon laten of dat zij mij op een andere manier kon laten kijken naar wat ik deed of waar ik waar ik uh, problemen mee had. Ja, want het lijkt me heel moeilijk als je, als dat je leven is en je en je zit maar in dat wereldje, dan is het zo moeilijk om daaruit even ja. zeg maar even uit te stappen en even als een soort van ja. helikopterview te kijken van Oké, okay, hoe is mijn leven nu en wat is goed voor mij? En, ja. uh, en hoe bizar leven heb ik eigenlijk? Op ja. een gegeven moment wordt dat leven normaal. Voor anderen is dat ja. heel bizar, maar voor jou is het normaal. Ja, maar ik moet wel zeggen dat um, het moment dat het normaal wordt, of dat dingen niet meer, um, niet meer boeien, dat is ook een soort kantelpunt. Want in het begin ging alles natuurlijk vrij hard. Het ja. ging, ging echt zo. Binnen een jaar maakte je enorme, enorme stappen. En, en op een gegeven moment ga je wennen aan die stijgende lijn. En, en um, op een gegeven moment kwamen we op een punt, we hebben natuurlijk ook COVID gehad en, en dat soort dingen, wat natuurlijk een beetje remt op je carrière. Voor iedereen. Um, maar als je naar jezelf kijkt, dan ga je natuurlijk ook, ook aan jezelf twijfelen. En er was geen moment dat die stijgende lijn gewoon wat minder werd. Die vlakte wat meer af. En dan... Dat is het gevaarlijkste moment, want dan ga je dus twijfelen aan jezelf, aan je muziek, aan alles. En dan heb je het idee van, nou, ah, ik ben het gewoon, ik ben mijn carrière een beetje aan het opfokken. Of het, straks ben ik niet relevant meer en dan val ik gewoon weg en dan komt iemand anders weer in de plaats. Ja. En dat zijn de gevaarlijke momenten, dat je dus wel moet stilstaan dat niet alles altijd in de stijgende lijn gaat. Het gaat altijd zo. Ja. Alleen daar, 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 ja, daar kom je gewoon langzaam pas achter. Um, en dat vind dat ik het moeilijkste. En dan gepaard met veel toeren en, en uh, je hele lichaam een soort van uh, kapot maken. Ja. Uh, dan komt ook nog heel veel mentale druk bij kijken. En druk die ik dan mezelf opleg. Van... Ja, want is het alleen jezelf of leggen ook andere mensen druk op jou? Grotendeels mezelf. Daar ben ik wel achter gekomen dat. Vooral binnen het team, natuurlijk uh, verwa verwachten mensen wat van je. maar... De meeste, het meeste verwacht ik van mezelf. De druk komt vanuit mij. Ik wil graag presteren. Ik wil die stijgende lijn erin houden. Mm. En ik, ik wil doorbeuken en zo, het liefst zo snel en zoveel mogelijk. Um, want die drive heb ik wel altijd gehad. Omdat ik het gewoon. Ja, ik vond het gewoon altijd heel leuk. En dat was gewoon echt mijn ding. Um, en als je dan jezelf heel erg tegenkomt, of dat dingen niet lukken. Dingen niet gaan zoals ze zouden moeten gaan, volgens jou. Dat is, dat is heel confronterend. Wat is je dieptepunt geweest dan? Um, mijn dieptepunt was, uh, denk ik, eind uh, COVID-tijd, um, eind 2021. Als ik het goed zeg, ja. Eind 2021, toen um, hadden we net onze ADE-show gehad. Dus met ADE doe ik altijd een eigen show. Hartstikke leuk, volle bak. Um, toen gingen we daarna nog een aantal shows doen. Eentje in Duitsland, die altijd heel leuk is, Bootshaus. Een hele toffe club, gaat het ideaal helemaal los. En Toen deed ik die show en ik voelde me die weken daarvoor al gewoon niet goed. En ik weet niet wat het nou was, was het nou mentaal of fysiek. Waar was je moe gewoon, of waar had je ja, last van? Moe, ik was ziek ook heel veel, heel veel ziek. Ja. Uh, alsof ik elke keer weer een griepje had of elke keer weer dit of elke keer weer dat. Gewoon helemaal niet, helemaal niet erbij. Uh, niet lekker in mijn vel. En ik wist nog niet zo goed wat het was. En toen deed ik die show in Duitsland. En toen weet ik nog dat Jorn, dus mijn tourmanager, zei van uh, Ja, hoe vond je het? Ja, dus ik reageerde niet echt. En hij zei, ja, het was echt een vet show, man. Het was echt tof. Uh, mensen gingen helemaal los. En ik keek hem echt zo aan van ik voelde het dus totaal niet zo ik, ik was dat hele gevoel kwijt ik had ik kreeg nul energie van wat er ook gebeurde het boeide me gewoon niet deed me helemaal niet maar die meer. show heb je wel goed kunnen doen ja, als die je show gewoon poppenfeesten op beetje, en gaan ja op een gegeven moment dan kun je wel een beetje automatische piloot en dan uh... ja. standaard dingen ja What you fucking ja, is, ja precies nee ja als je nu zelf de show een aantal keer doet dan weet je wel een beetje wat voor het publiek er staat en dan weet je ook wel een beetje ja. wat je wat je kan gaan draaien um, Nee, ik voelde het gewoon totaal niet. En toen gingen er wel alarmbellen rinkelen. En toen waren er nog wat andere dingen met interviews. En een van de samenwerking die we deden. Waar, wat ook gewoon niet lekker liep. En toen, op een gegeven moment, toen heb ik gezegd: dit, dit klopt niet. Want voor mij kwam dat echt ineens out of the blue. Ja. En voor denk ik heel veel. Heb je het ja. dan al die tijd voor jezelf gehouden? Dat je dacht: Ik wil, ik ja. wil het zelf oplossen. Ja, maar het was ook iets. Het, ik had er helemaal niet bij nagedacht dat het iets echt serieus was. Okay. Ik, ik had meer in het begin het idee dat het iets tijdelijks was van uh, ik voel me nu gewoon even shit of misschien ben ik gewoon al heel lang ziek of zo of, of uh, heb ik gewoon heel lang een griep of iets maar um, ik had er helemaal niet zo serieus over nagedacht totdat die shows kwamen en, en uh, toen um, kwam ik wel achter dat het wat veel dieper zat en ik ben achteraf heel erg blij dat ik toen heb gezegd oké okay, nu trek ik de stekker eruit. Nu ga ik stoppen met touren. Shows cancelen. Niet meer de studio in. Want ik was eigenlijk al weken, maanden lang met tegens in de studio in. En, en als ik nu ook terugkijk naar wat ik toen in die tijd heb gemaakt, dat was niks. Dat, was, dat, dat kwam niks uit. Nee. Um, en toen met het hele team besloot van we gaan dit niet meer doen. Uh, we gaan in ieder geval de shows tot aan het eind van het jaar en ook volgend jaar cancelen. Um, en dat is wel heel moeilijk om die beslissing te nemen, dus gewoon helemaal rust. Je deed helemaal ja. niks ja. hoeveel maanden, iets van drie, vier maanden of zo? Ja, drieënhalf maanden, bijna vier maanden. Um, ja, ook omdat ik, ik wist dat ik uh, er niet goed in zat en dat het gewoon uh, dat ik echt rust nodig had, maar ik wist ook wel dat ik niet zo diep in de shit mm -hmm. zat. Ik zag nog wel een uitweg, zeg maar. Het Alleen... was niet dat je, zeg maar, hele donkere gevoelens had? Ja, ik heb wel hele donkere gevoelens gehad. En wat voor gevoelens waren dat? Of gedachten? Um... Ja, alles eigenlijk wel. Uh... Ja, soms dan zie je geen uitweg of zo. En dat... Um... Dat klinkt natuurlijk heel erg heftig of zo. Um... En ja, maar dat, 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 daar denk je dan soms wel aan als in helemaal geen uitweg meer in het leven nee of dat ja of, of... Dat, dat kan soms heel zwart-wit zijn terwijl uh, je kan natuurlijk uh, iemand van, van, van buitenaf die kan natuurlijk heel makkelijk zeggen maar ja maar dan stop je toch wel lekker mee ga wat anders doen ga je toch alsnog piloot worden of iets hmm. of zo ga je dat proberen Um, en zo kon ik ook wel nadenken. Zo, zo reasonable kon ik, kon ik wel over nadenken. Alleen ja, soms had je wel van die dagen van voor mij hoeft het gewoon niet meer. Punt. Maar ook wel dat um, je dan wel eens heb gedacht van dus verdere dingen hebt gedacht als in um, nou, Ja, alles. hoe kan ik hier een einde aan maken? Mm, nou, niet nee, zo ver is het niet gegaan dat ik uh, dat ik echt uh, ging nadenken van hoe ik het dan zou doen. Um, maar ik heb daar heb ik wel al gezeten ja dat ik uh, dacht van nou dat je het gewoon niet meer wil um, maar daar maar ja ik kon dat wel ik kon dat wel goed van me afzetten of zo ik kon daar wel goed over nadenken dat het natuurlijk eigenlijk onzin is omdat ja je bent iets zo leuks aan het doen en het is een periode in je leven waar je gewoon even meer in de shit zit hmm. um, Weet je, dat, dus... weet je wat, dat dat, zeg maar, die gedachte dat ik daar vaak bang voor ben geweest? Ja. Dat je dat ja, zou dat gaan krijgen? Ja, dat snap ik wel. Dat is zeg maar echt waardoor ik altijd zo bezorgd was om je, omdat het inderdaad allemaal, natuurlijk, zo'n bizar leven is. En ik hoopte gewoon inderdaad heel erg dat je. Uh, dat je op tijd zeg maar rust zou pakken ja. en, en dat je bijvoorbeeld ook hulp zou kunnen krijgen met hoe je daarmee om moet gaan want het is gewoon ik denk dat al ik als stel ik zou dit leven hebben gehad ik denk dat ik helemaal gek zou worden ik zou net te gek zijn geworden ja. denk ik ja ik denk dat je mij misschien wel in een gegeven in een gesticht of zo ja. kan zetten maar nee zeker ja. um, en daar was ik wel heel erg bang voor want bijvoorbeeld ja. jij bent ook wel een uh, wat geslotener persoon als ik. Dus je ja. zegt niet meteen alles wat op je hart ligt. En uh, ja. qua emoties. Ik praat de hele dag over emoties. Ja. Um, maar um, dus en dat is uh, soms vond ik dat dan wel gevaarlijk. Omdat ik dan ja. gewoon soms moeilijk hoogte kon krijgen. van hoe het echt met je ging. En ook misschien dat je het gewoon zelf wilde oplossen. Ja. En misschien zie je later ook pas dat dat het eigenlijk. dat je er misschien wat slechter aan toe was. dan dat je misschien op dat moment dacht. Ja, um, ja dat, dat dacht ik ook wel daarna. Ik ben heel blij dat ik, dat, dat ik die beslissing heb genomen. Ja. En hoe, hoe ging het in die, in die periode beter? Door wat voor dingen ging nou, het beter met je? Ik denk dat het vooral was dat ik eens gewoon ging nadenken over wat er allemaal was gebeurd die jaren daarvoor. Ja. We hebben natuurlijk, het was eigenlijk direct aan het einde van COVID. Dus het is heel raar eigenlijk als je over nadenkt. Je had genoeg tijd om tijdens COVID je ding te doen. Maar de, de COVID-tijd was voor mij juist nog meer stress. Omdat je gaat overcompenseren. Mm -hmm. Want um, je moet ineens harder je best doen om hetzelfde resultaat te krijgen, om, om hetzelfde, om dezelfde dopamine terug te krijgen. Want die kreeg ik dan niet meer uit shows. Maar dat moest dan wel vanuit iets anders. Vanuit social media of iets. Of, of, of uh, ja, weet ik veel wat. Ergens moest het vandaan komen. Yeah. Dus. Uh, ik legde mezelf nog meer druk op, omdat, dus die, omdat ik het idee had dat dus die stijgende lijn niet meer ging stijgen. Uh, maar het was natuurlijk voor iedereen zo. En yeah. maar dat, dat, toch, dat is heel moeilijk om um, te beseffen dat het voor iedereen is, dus dat het dus niet uitmaakt. Yeah. Um, uh, dus die tijd was voor mij eigenlijk alleen maar meer stress. Ook omdat je niet weet hoe we allemaal uit die hele COVID-tijd komen en, en vooral hoe ik... Hoe mijn positie in de markt is. Weet je. Yeah. Ben ik nog relevant? Ben ik nog relevant om te boeken? Is mijn muziek nog relevant? Gaan mensen niet naar andere dingen luisteren? Gaan mensen niet andere DJ's boeken? Um, je weet het niet. Dat, dat wist je niet hoe, hoe, hoe we eruit kwamen. Dus um, eigenlijk was eind 2021 voor mij het soort van breekpunt. Dat en alle toeren wat daarvoor heeft gezeten. en dat die stress tijdens COVID, yeah. dat was gewoon een soort van too much. En dat hebben we natuurlijk heel veel jongeren gehad. Ja, want, want ik was lang niet de enige. Ook van mijn vrienden, ja. die hebben echt, ook de mensen die, die studeerden, die, waarvan je denkt van, nou, vrij steady, je hebt gewoon je studie, is natuurlijk wat, wat anders. Maar uh, ja, je hebt wel een soort van, nog de komende drie jaar weet je dat je nog moet gaan studeren. Ja. Zoiets. Uh, ook die, waren. iedereen was aan het struggelen. Ja, en zelfs ik lag, las afgelopen week een artikel dat... Uh, jongeren nog steeds uh, problemen hebben door ja. die periode uit COVID. Ja. Nog steeds nu. Ja, 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 dus ik, dat uh, het geloof inderdaad ook echt uh, nog steeds doorgaat. Dus het is ja. niet alleen die tijd geweest. Nee, nee, die tijd heeft ook heel veel schade aangebracht bij jongeren die bijvoorbeeld in die tijd net begonnen met uh, uitgaan. Ja. En dat allemaal een beetje gingen ontdekken. Ja. Die hebben toen een paar jaar niks kunnen doen. Ja. Uh, dat is ook heel raar geweest voor hun. Heel veel jongeren die nu mentale problemen ook daardoor hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk goed. een ander uh, onderwerp. Want uh, ja. daar ben ik het ook niet mee eens. Maar goed. Nee. Nee. <laughs> um, ja, dus, en, en door wat soort dingen uh, te doen ging het. Merk je dat het op een gegeven moment wel weer goed ging? Wat heb je gedaan om het beter te krijgen, de situatie? Um, nou, ik merkte vooral rust. Ja. Dus gewoon even je hoofd helemaal weg. Dus ook niet meer naar de studio. Helemaal gewoon. Weg van de muziek, weg van alles. Ik, ben, ik heb ook uitgelogd op zo, alle social media kanalen. Uh, ja, team heeft dat toen overgenomen? Ja, ik kon ook niet inloggen. Ik had toen mijn wachtwoorden allemaal bij management gelegd. Van oké, okay, uh, ik kan het management goed vertrouwen. Dus het is ja. allemaal goed gegaan. Maar um, echt even helemaal eruit. En um, dat heeft wel echt heel erg geholpen. Want je kan... Je gaat altijd toch even kijken. En je gaat altijd toch yeah. even dit en dat. Dus dat moet je echt voor mij. Je moet jezelf echt moeilijk gaan maken wat dat betreft. Uh, en toen gewoon hele leuke dingen gedaan. Met vrienden. En, helemaal, en het is dan niet per se dat je dan rust neemt. Dat je de hele dag op de bank zit of zo. Mm. Maar je moet juist hele andere dingen gaan doen. En gewoon ook, ook lekker uitgaan met vrienden. En ook lekker naar weet ik, vanuit het strand. Ik ben op vakantie geweest. Gewoon helemaal alsof je gewoon... Nou, gewoon geen DJ bent zeg maar. Ja, dus gewoon niet bezig zijn met nee. het vak nee. en met de druk, nee. maar gewoon bezig zijn met andere dingen. Ja. Ook is dat je ziet, oké, okay, er zijn ook andere dingen in het leven. Ja. Want het is niet ja, alleen nee, maar met DJ wereld ja. en dat ja. nee, er zijn hele andere dingen zijn er ook nog. Ja. En dat is eigenlijk ook hartstikke leuk. Ja. En kon je daarna dan ook veel beter de balans vinden? tussen je werk en je privé... en dat je veel beter wist wat belangrijk voor jou was? Ja, zeker. Uh, je leert jezelf gewoon beter kennen. Ik weet nu veel sneller... Hey! hey. Uh. Komt even een Gold Retriever <laughs> bij me zitten. <laughs> ja. Uh, ik weet nu veel sneller um, of ik over mijn grens ga. Dat kan ik gewoon heel snel al merken nu. En dan, um, dan moet je het gewoon niet doen. Ja, je bent eigenlijk best wel jong eigenlijk gewoon een bedrijf begonnen. Mm. Want je was uh, niet alleen DJ of muzikant, maar je uh, moest ook ineens een bedrijf beginnen. Ja. Ja, dat, dat, dat was best wel een dingetje, want ik had uh, op de middelbare, uh, natuurlijk, nou, om piloot wilde worden, heel, uh, heel, heel, heel erg wiskunde, natuurkunde kant gekozen. Helemaal niks met bedrijfsleven of economisch, ja, daar had ik echt helemaal nul mee. Uh, maar goed, ja, op een gegeven moment dan kom je erachter dat, uh, dat je gaat geld verdienen. Je moet een bedrijf starten. Dat bedrijf wordt steeds groter, want er komt steeds meer geld binnen. En er komen steeds meer mensen om je heen die in jouw team komen. En die, die je helpen met van alles. Um, en dan moet je ineens allemaal dingen gaan doen waar je totaal geen verstand van hebt. En dat, 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 dat was zo'n lastige... Ik heb wel een beetje hulp daarvan gehad en... Papa heeft natuurlijk een beetje daarmee geholpen, maar die, heel eerlijk, wist ook niet alles. Yeah. <laughs> dus uh, heel veel dingen heb ik gewoon echt zelf. En, en je moet het uiteindelijk ook gewoon zelf leren. Yeah. Dus een beetje wat ik hoe ik mezelf het produceren heb aangeleerd de DJ en het DJ'en, moest ik toen ook doen in het bedrijfsleven en in je eigen bedrijf runnen uh, van uh, financiën naar investeringen naar ja, alles wat erbij komt kijken. En over wat voor investeringen heb je het dan? Nou ja, op een gegeven moment komt natuurlijk geld binnen, en um, dan kan je het heel leuk natuurlijk op, het, op de bank hebben staan. Maar um, ja, dat heeft geen zin. Op een gegeven moment moet je wel gaan investeren. Je moet het ergens, uh, ergens gaan stoppen. En uh, um, toen heb ik ervoor besloten om een, uh, om een kantoorpand te gaan bouwen. Um, en daar um, mijn studio in, um, in te bouwen, helemaal gloednieuw. En, uh, en eigenlijk meer een investering voor in de toekomst te doen. Want op een gegeven moment bouw je. ja Ik release op een gegeven moment wat platen en die deed het heel goed. En je krijgt daar royalties van. Um, en dat bouwt zich op. Dat is eigenlijk een soort van je pensioen. Ja. Uh, hoe ik het zie. Want ik heb dan twee bedrijven. En uh, aan de ene kant komen wat meer royalties binnen, en aan de andere kant. Komt eigenlijk wat meer showgeld binnen. Dus, uh, en show voor de teams. mensen die het niet weten, wat zijn royalties? Royalties is eigenlijk uh, uh, ja, geld wat je verdient met het verkopen van platen. In dit geval is het streaming. Dus als je op Spotify oh ja. naar mijn plaat luistert, dan krijg ik daar 0,00 nog wat cent voor. Um, en zo heb je natuurlijk ook nog allemaal andere platforms. Maar, um, um, en op de radio, als je op, uh, in een film zit met je muziek. Zijn er zijn allemaal andere rechten die je dan kan in. En ik, ik split dat een beetje op in twee bedrijven. Um, maar goed, ja dat moet je dus ook allemaal gaan opzetten. En dan moet je met, uh, met uh, een financieel team uh, gaan zitten... Die, die, die natuurlijk dat ook deels gaan runnen. Um, dus dat was allemaal wel vrij ingewikkeld. Ja, want je werkte je, natuurlijk heel veel samen met... Uh, best wel veel mensen, mensen ja. van uh, je platenmaatschappij. Ja. Uh, uh, wat heb je dan nog meer? Nou ja, de, de, eigenlijk de, de mensen die om een artiest heen hangen in mijn geval is uh, management, dat is eigenlijk wat dichtstbij zit. Dan nog, nog een assistent manager, die doet wat meer de day-to-day de, de, de -day, uh, micromanagement, een beetje. Dus wat, de, wat kleinere dingen. En, en Marloes doet dan eigenlijk de grote lijnen. Uh, een tourmanager die op tour meegaat. Eigenlijk alles van A tot Z regelt op tour. Uh, zowel technisch als, uh, als hospitality. Als hotels, vluchten. Alles. Um, nou, ik heb een fotograaf, een videograaf die meegaan op tour. Nou, spreekt voor zich. Een VJ die op tour um, de visuals doet op de schermen. Soms hebben we een lichtman bij ons die dus alle lichten bedient op het podium. Um, dan heb je nog. Een publisher die zit gewoon in, uh, op kantoor. Dat is gewoon een uh, publishingbedrijf die dus jouw muziek publisht. Ik als Mike Williamson die muziek maakt. Mm -hmm. Niet per se voor Mike Williams, alleen maar ook voor anderen. Yeah. Uh, muziek schrijft, produceert, uh, songwriter. Dus dat, dat die rechten beheren zij. Um, dan heb ik nog een label waar je bijvoorbeeld bij zit ge bent getekend. Um, waar ook verschillende mensen werken, waar je mee uh, elke dag wel mee in de contact mee heb. Um, heb je nog een boekingskantoor? Uh, er zit een boekingsagent die uh, die alle boekingen binnenhaalt en bespreekt met het team. Uh, Advancer dat doet in dit geval Jorn. Dus zo zo heb je gewoon heel veel mensen om je heen ja. die heel veel dingen doen. Um, ja. Ja, ik hoorde ja. laatst dat uh, Beyoncé iets van 500 man meeneemt op tour. Ja, dus het kan altijd nog erger. Het kan altijd nog erger. Ja, jij ja, ja, zou het maar moeten betalen, allemaal niet normaal toch? Ja. 500 man, ja, ongelooflijk. Um, ja, en wat doe jij allemaal binnen? Want je hebt een BV. Ja, wat doe je allemaal binnen je BV? Dus je maakt muziek, ja, um, je doet shows. Ja, dus er zijn dan twee BV's uh, in de ene BV. Um, ik doe shows, daar komt showgeld van binnen uit verschillende landen. Uh, dat komt dan binnen bij de, bij de agency en dat wordt naar mij uh, overgemaakt. Um, daar betaal ik natuurlijk uh, verschillende dingen van. Uh, management gaat daar nog vanaf. Uh, daar moet ik natuurlijk ook mensen van op tour van betalen. Ja. Um, uh, dus, dus, dus shows, um, nou, eigenlijk alle investeringen die ik doe, uh, zowel als apparatuur als... Uh, Dingen die we nodig hebben voor op tour, uh, kleding, uh, noem maar op tassen, uh, dat soort dingen. Je hebt zoveel nodig ook om te reizen. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat moet je natuurlijk ook allemaal betalen. Um, dan heb je natuurlijk nog de royalties die je binnenkrijgt van muziek. Um, Investering die ik bijvoorbeeld heb gedaan in dit pand. Uh, Studiobouw. Um, we hebben nog natuurlijk de kleding, uh, merch die erbij komt kijken. Dat is, is een leuk bruggetje. Is een heel leuk bruggetje. <laughs> um, ja, we hebben natuurlijk een kledingmerk samen wat we, wat we runnen al een tijdje. Um, nou, bestaat natuurlijk uit merch. Wat gewoon puur de low-eigenlijk ja, meer voor fans is. Wat, uh, wat ze kunnen dragen bij festivals. Uh, dus echt meer de Mike Williams-fans. Maar we hebben natuurlijk ook de, de fashion-kant meer. Dus de Williams-kant. Um, ja even voor duidelijkheid we hebben dus drie jaar geleden of zo is het geweest misschien wel wat langer ja. hebben we een uh, ja een kledingmerk inderdaad opgezet dat heet Williams dus niet ja. Williams maar omdat wij allebei met een M beginnen Mike ja. en Michelle hebben we daar Williams van gemaakt ja. jij hebt het toevallig nu ook aan ja erg leuk nieuwe collectie ja. um, en toen, uh, want jij had het idee is eigenlijk ontstaan. Jij had uh, merchandise nodig. Ja. En toen dachten we, en normaal werken die DJ's vaak met een ander merk. En uh, toen dachten wij gegeven. Maar waarom kunnen wij niet zelf dat merk ja. Uh, opstarten? Ja. Ook ja, al wij we. Echt, hadden we er echt geen verstand van, want een nee. kledingmerk in de mode-industrie dat is gewoon totaal iets anders waar we natuurlijk vandaan kwamen. Ja. Maar. Um, ik denk dat wij gewoon een stapje verder wilden gaan. En ik denk dat we alle twee ook wel een beetje zo zijn van als we iets doen dan willen we het ook wel heel goed doen. Ja. En we wilden gewoon niet alleen maar simpel merch verkopen. We wilden wel echt een stapje verder gaan. We wilden wel echt de mensen wat kunnen geven. Ja. Uh, en ik denk dat vanuit daaruit is het idee ontstaan van hey, we gaan niet alleen maar Mike Williams merch maken, maar we gaan ook gewoon toffe kleding maken. Ja. Um, en wel heel erg met een boodschop, boodschap, waar we, boodschap <laughs> waar we samen voor staan. Want ik denk dat we ja. met heel veel dingen samen wel uh, een beetje hetzelfde in uh, staan. Ja. Heel erg gaan voor je eigen droom achterna gaan. Dat heb jij natuurlijk heel erg gedaan. En nu ja. heb ik ook inmiddels gedaan. Ook door dit te doen. Mm -hmm. um, en ook wel vrijheid uh, is voor ons ook denk ik heel belangrijk. Zeker. Um, en dat heeft even, het merk heeft even wat op een lager pitje gestaan, omdat wij bijna natuurlijk heel druk waren. Maar ja. we hebben dus nu inmiddels een nieuwe collectie gemaakt. Komt ergens deze week waarschijnlijk binnen. Ja. Dus eh, ik weet niet wanneer dit online komt, maar dan is het waarschijnlijk of komt het binnenkort online of het staat al online. Ja. Um, maar daarmee willen we, hebben we wel echt een langetermijnvisie ook. Ja. Um, Zeker. En uh, dat is wel heel leuk om daarin samen te werken. Ja. En nu wordt ook heel erg die merch wordt, uh, meer apart gezien. Dus wij ja. samen hebben dan Williams. En, um, en jij gaat af en toe merch kleding voor jouw eigen ja. publiek, zeg maar, uitbrengen, onder de naam Williams. Hmm. Maar daar hebben we nog heel veel plannen voor liggen, natuurlijk. Zeker. Stel. Um, uh, Mensen die luisteren hebben een droom. Heb je tips voor het volgen van je hart en je dromen? Als je echt erin gelooft dat dit is wat je wil doen. En je ook echt wel overtuigd bent dat je het kan. Of dat je het uiteindelijk kan, dan moet je er gewoon volle bak voor gaan. En dan moet je er echt heel veel tijd in stoppen. Um, maar het moet ook vanzelf gaan. Dus. Um, als je merkt dat je jezelf moet gaan forceren om dingen te doen, dat is al een red flag, denk ik. Maar niet alles is leuk natuurlijk. Zeker niet alles is dus je leuk. je moet niet meteen stoppen. Maar in het begin moet bijna alles wel leuk zijn. Tuurlijk, waar ik nu ben, heb je heel veel dingen die gewoon, ja, gewoon niet heel leuk zijn. Maar het leuke is meer dan het niet leuke. Ja. Maar als je in, dat, in die beginfase zit en je bent iets aan het opbouwen, dan moet eigenlijk alles wel leuk zijn. Um, en moet je een kick ervan krijgen en, en enthousiast van dingen worden. Um, en dan gaat, gaat dingen, dingen gaan dingen vaak vanzelf. Sommige mensen die, um, houden zichzelf eigenlijk tegen door bijvoorbeeld onzekerheid of door ja. allemaal randzaken eromheen. Van ja. kan ik het wel? Uh, wat vinden mensen hiervan? Ja. Hoe sta jij daarin? Wat, wat zou je mensen ook willen meegeven? Ik heb heel, gehad. Gehad. ik ben ook wel heel onzeker geweest over bepaalde dingen. En vooral ook als je wat jonger bent dan. Um, ook social skills, dat soort dingen. Je wordt natuurlijk, je moet in keer met andere mensen gaan praten en een beetje interessant gaan lopen doen. Um, maar je moet het wel doen. Je moet, je moet toch die grens over. Het over, is dus toch buiten je comfortzone. Je moet echt. Ja, ja want daar, daar, ga je, daar ga je dingen behalen. Ja. Binnen je comfortzone ga je bijna niks verder bereiken. Je moet echt erbuiten buiten gaan en en toch doen. Ik heb vaak momenten gehad dat ik mensen zag lopen of bij een borrel, een belangrijke borrel, waar dan heel veel belangrijke mensen waren. Toch mezelf ertoe gezet om toch even hallo te zeggen of toch even een handje te geven. En, en ook echt heel vaak dingen opgefokt ja. uh, dat iemand totaal niet wist wie ik was. En totaal, of me echt een soort schouderklopje gaf en me een soort afwijft en zo. En dat ga je ook gewoon krijgen. Dat gaat iedereen krijgen, maar dan moet je toch doorheen. Want daar, daar valt alles te behalen om toch dat extra stapje te zetten. Want dat is net dat stapje wat iemand anders dus niet doet. Ja. En ook al uh, krijg je dan ongemakkelijke situaties, dan moet je maar zien. Dat is part, a part of the deal. Ja, en, en ook uh, dat je het überhaupt dat doet, dat is al de winst, ja. zeg maar. Ja, zeker. Vind ik een mooie afsluiting. Ik ook. Dankjewel voor je gesprek. Thanks. Hoe vond je het? Ja, leuk. <laughs> ja, vond je het leuk? Ja. Nou, volgende week een video. beetje over mezelf lullen. Ja, precies. Vond je dit een leuke video? Laat het mij vooral even weten door een duimpje omhoog te doen. En laat het even weten wat je ervan vond hier beneden in de comments. En uh, tot de volgende keer dan. Groetjes van uh, Mike en Kemper. Doei.